ben Rodney en dit is mijn broertje Wesley. Klopt, en ik ben Wesley en dat is mijn broertje Rodney. Fact. Als je een boot hebt, dan kan je geld verdienen als water. Daarom willen wij later kapitein worden op een rondvaartboot. Dat scheelt weer een heleboel heimwee. Ja, en dan gaan we allemaal mooie meisjestoeristen van over de hele wereld vragen van... Hey, wil jij toevallig voor heel veel geld een rondje maken op onze rondvaartboot? Wesley, die boten zitten vol toeristen uit het United Land of America. Je moet Amerikaans praten, anders verstaat nobody you. Wesley en Rodney, captains of the rondvaartship. Hey, hallo meneer de kapitein van de rondvaartboot. Wij zijn Wesley en Rodney. En Rodney, wij willen later ook roundvaart kapitein worden. Mogen we misschien even oefenen? Nou, vooruit. Ik ben net een uurtje vrij. Jullie hebben geluk. Yes! Ho, ho, ho. Daar gaan we niet op oefenen. Als je kapitein wil worden op een rondvaartboot, dan moet je goed kunnen varen, de waterregels kennen, je moet de weg in de stad weten en erover kunnen vertellen. En dat allemaal tegelijk. Nou, vertel me wat je ziet aan je linkerhand. Hello everybody. On your linkerhand you see a heel oud huis. Ja, dat zijn alle huizen. Maar kun je er wat meer over vertellen? Nou, het is I don't know precies. Wesley, look now out! Altijd voor je blijven kijken, Wesley. Ik raak helemaal in de stress, Lee. Wil jij een poging wagen, Rodney? Relax everybody. Captain Rodney. Ja, ga maar de Koningsgracht op. Koningsgracht, komt in orde. Even kijken hoor, Koningsgracht. Daar is een straatnaambordje. Rodney, look out, another boat in de sloot. Ah! Ah! Wat doe je nou? Wie heeft er nou voorrang? Captain Rodney. Jongens, de verkeersregels op het water zijn nog ingewikkelder dan op het land. Misschien moeten jullie een andere droom kiezen. Niet op, Rodney. Net als de Amerikanen. We never give up, niet. En on your right hand zie je een heel beroemd gebouw. Pas nou op, Rodney. Wie heeft er nog voorrang? Weet ik toch niet, Wesley. Pas niet, Rodney.